Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Smit & Smit Advocaten. Met recht eigentijds. En Kivo, plastic verpakkingen. Ik ben benieuwd of je op tijd is. Begrijp je dat hij vaak te laat komt? Altijd en het artiest. Artiesten komen altijd wat later inderdaad. Goed, we wachten het af. Zo is het. Daar zou je hem hebben. Hallo, mijn naam is Nick Tol en ik ben journalist. Als vliegende reporter zoek ik altijd naar nieuwe verhalen. Regelmatig denk ik tijdens een interview, wat zou het mooi zijn geweest als hier een camera zou hebben meegedraaid. Zo kwam ik terecht bij onze LOVA, een gemeente vol met bijzondere mensen waarachter we het verhaal niet kennen. En zo meer durven vragen. Welkom bij Op Pad Met. In de derde aflevering nemen we een kijkje in het leven van advocatentweeling Kees en Jack Smit. Ben ik? Hey Jack, welkom. Goed, dankjewel. Goed dat je er bent. Goed om jullie te zien. Hey, Kees, wist niet dat jij hier ook woont, man? Ja, ik woon hier ook sinds kort. Kom binnen. De broers werden vrijwel tegelijkertijd geboren. Ze gingen samen naar school, studeerden tegelijkertijd af en werkten voor dezelfde bedrijven. Met bijna 10 jaar werkervaring in hun levenskoffer stichtten ze in januari 2014 hun eigen onderneming. Smit & Smit Advocaten. De nuchtere Volendammers begonnen met letterlijk één zaak, maar zijn inmiddels uitgegroeid tot een begrip in advocatenland. En, niet onbelangrijk, ze hechten veel waarde aan goede koffie. Lekker bakkie, Jack. Ik hou van goede koffie. Ja, koffie is ook belangrijk, hè. Maar ik moet je wel zeggen, toen wij het kantoor startten, toen hebben we wel gezocht naar een goede koffie. Omdat ik het zelf ook belangrijk vind als je ergens komt en ze zeggen dus je koffie, dan vind ik wel dat het een goed bakje koffie moet zijn. Omdat je dus gewoon goed ontvangen wordt, ja. Nick. Ja. Hey jongens, maar nog even voor de kijkers, wie is nou wie? Ja, ik ben Jack. En ik ben Kees. Oké, het is bijna niet uit elkaar te houden. Nou, dat zeggen mensen vaker. Dat horen we vaak inderdaad. Ja, maar als je ons samen ziet, dan op een gegeven moment zie je het verschil wel. Maar meestal als ze ons afzonderlijk zien lopen, dan is het vaak kijken ze naar onze vrouwen en dan weten ze wie is. Maar voor de rest, ja, we zijn toch anders. Absoluut. Ja. Dat vergeten mensen vaak. Ja. Dus dat we hetzelfde uitzien, maar tegelijkertijd zijn we wel twee verschillende personen eigenlijk. Ja, als beter kent dan... Kom je daar vanzelf achter. Maar als je een foto van jullie broer zie, die is totaal anders. Ja, die is inderdaad anders. Dat zou je ook niet zeggen dat het onze broer is in eerste instantie. En dat horen we ook vaak van mensen die ons niet kennen. Ik zeg, dit is mijn broer. Kijk eens altijd even op. Maar tegelijkertijd is het... het is toch echt een broer van ons. Absoluut. Zijn jullie echte familie mensen? Ja. Vertel. Nee, kijk, als je natuurlijk naar onze... Kijk, onze relatie is natuurlijk uitzonderlijk. Ik bedoel, wij zijn tweeling, we doen... nagenoeg alles samen, we hebben eigen kantoor. Dus je merkt wel dat onze relatie natuurlijk wat dat betreft anders is dan met de broer. Maar ja. We hebben onderlinge relatie met Johan, is ook altijd ontzettend goed. Absoluut, maar je ziet het ook met Kees en ik, doordat we... Kijk, we zijn altijd bij elkaar. Ja. En nu ook zowel privé komen we vaak bij elkaar over de vloer, maar ook dus zakelijk. En het voordeel daarvan is dat ik kan Kees voor 100% vertrouwen. En op het moment dat er iets is, ik hoef Kees aan te kijken en ik weet gelijk het antwoord. Ja. En dat is een hele goede basis om een kantoor op te zetten. Kees en Jack nemen ons mee naar hun kantoor. The place where the magic happens. In deze ruimte aan de Julianenweg brengen de broers het grootste deel van hun werktijd door. En wordt de basis gelegd voor hun succes. Dat ook buiten de gemeente wordt opgemerkt. De twee nuchtere Volendammers zijn stappen aan het maken in de hele regio. En hebben tevens klanten uit Bunschoten, Spakenburg en Urk. Verder reizen ze regelmatig door Nederland om lezingen te geven. Een klein jaar na opening werden de broers meteen genomineerd voor de Rabobank Startersprijs, die speciaal wordt uitgereikt aan startende ondernemers uit de regio die zich op een positieve manier onderscheiden. We kwamen als een totale verrassing, maar wel zagen we dat gelijk als een kroon op ons werk. We waren nog niet zo heel lang van onszelf begonnen en toen werden we benaderd door de Rabobank met deze heugelijke mededeling. En ja, wij zagen dat natuurlijk ook gelijk als een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar goed, je wordt genomineerd. Wat is dan vervolgens de procedure? Nou, op het moment dat we die mededeling hebben gekregen, dat was in oktober 2014, dan ben je dus kwartaalwinnaar. En naast ons waren er nog 3 genomineerden dat jaar, vanwege de 4 kwartalen in het jaar. En we werden dan uitgenodigd om in maart 2015 ons kantoor te presenteren, die avond. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, dat hebben we wel leuk opgepakt. Tegen ons werd vaak gezegd, ja, jullie lijken wel een beetje, of lijken. Er is een televisieserie Suits, en dat gaat ook over het advocaatkantoor. En niet omdat we er qua uiterlijk op lijken, maar natuurlijk wel omdat we met z'n tweeën zijn. En dat zie je natuurlijk ook daar in Suits, de 2 bekende advocaten daar in de serie. En toen hebben we gedacht, nou, weet je wat een ludieke manier om ons te presenteren. En toen hebben we dus een intro gemaakt. En dat intro is nagenoeg identiek aan het intro van de televisieserie Suits.
En dat is ontzettend leuk, werd het ontvangen. Terug naar het huis van Jack. Wat heeft de broers eigenlijk doen besluiten om een eigen bedrijf op te starten? Nou goed, het is natuurlijk vrij uniek als je een tweeling bent en je studeert beide af op dezelfde dag. En als je dan op een gegeven moment bij hetzelfde kantoor, ja, het eerste kantoor waar je werkzaam bent, hetzelfde kantoor is. En je gaat vervolgens, maak je de stap naar een ander kantoor en uiteindelijk voel je natuurlijk dat je er klaar voor bent. Je hebt ontzettend veel ervaring opgedaan in de praktijk en op een gegeven moment hadden wij ook zoiets van, ja, wat we nu doen, kunnen wij ook zelf doen. Want je doet eigenlijk dezelfde zaak, doe je al zelf. Ja. Alleen onder iemand anders zijn vlag. Ja. Toen hebben we gezegd, ja, als we nu de stap zetten om een eigen kantoor op te zetten. En dat was wel voor iets, we hadden wel altijd gezegd van, ja, het zou toch wel ontzettend mooi zijn als wij ooit een eigen kantoor hebben en dat je eigen naam Smit & Smit Advocaten op de gevel prijkt. En dat is ons uiteindelijk gelukt. Nou, maar het is wel eventjes om dat aan te geven. Kijk, je stapt een eigen kantoor in, je doet het. Maar wij zijn eigenlijk begonnen met echt één dossier. We hadden op dat moment één dossier. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En vanaf de eerste dag begon bij ons eigenlijk de telefoon gelijk af te gaan. En binnen mum van tijd hadden we een kast vol met dossiers. En dat is natuurlijk, ja, dan geef je zoveel energie. Want het vergt nogal wat van ons, van iedereen eromheen ook, om een eigen kantoor op te zetten. En als je dan ziet dat het zich vertaalt in het werk wat je nu hebt, en dat de mensen, en dat is het allerbelangrijkste, dat mensen ons het werk gunnen, absoluut. Dan denk je, ja, dit is geweldig. Hier doe je het voor. En dan heb je ook mooie zaken, variatie in zaken, allerlei soorten cliënten, van particulieren tot grote ondernemingen, die echt een behoorlijke rol spelen, ook in het internationale verkeer. Ja. Dus dan denk je, ja, we tellen wel mee, wij als Smit & Smit uit Volendam. Maar op dezelfde dag afgestudeerd, hoe zit dat? Ja, dat is wel een leuk verhaal om te vertellen. Wij volgden wel dezelfde studie, Nederlands recht, aan de Universiteit van Amsterdam. Maar op een gegeven moment kom je in de fase dat je natuurlijk je eindscriptie moet opstellen. En het is toen zo dat je je eigen scriptiebeoordelaar kreeg je aangewezen. En wij hadden ieder een eigen begeleider op dat gebied. En we hadden ieder ook een ander onderwerp waarover onze scripties hebben geschreven. En het was wel leuk, we hadden beide onze scriptie ingediend, dus ter beoordeling voorgelegd. En wij werden op precies dezelfde dag opgeroepen om voor de eindbeoordeling te komen. En jij was in de ochtend aan de beurt. En ik in de middag. Dus Jack die ging naar de universiteit. En even later belde hij me op en hij zegt, ik ben geslaagd. En hij zegt, ik heb een top eindcijfer. En toen moest ik nog naar de universiteit toe voor mijn eindbeoordeling. Wat dus was het cijfer? Het cijfer, dat is 7,5. Voor mij 7,5. Ja, 7,5. En ik was ook aan de beurt in de middag. En ik kwam daar. En dus ga je in gesprek. Je neemt je scriptie door. En uiteindelijk de eindbeoordeling. Hetzelfde eindcijfer als mijn broer Jack. Dus ik zei, nou, dit is natuurlijk wel uniek dat je op dezelfde dag met hetzelfde eindcijfer afstudeert als tweeling. En dus onafhankelijk van elkaar. Ja. Het gaat maar door, hè, dat ongelofelijke verhaal. Nee, precies. Het is wel heel toevallig. Dus dat is weer dubbel feest in huis. Het was dubbel feest. Nemen jullie je werk vaak mee naar huis? Nou, in het begin. Dus de eerste paar maanden, eigenlijk het eerste jaar, had ik daar best moeite mee. Toen nam ik het wel vaak mee. Maar dat betekent ook omdat je nog, je hebt nog te weinig ervaring. Maar dat is daarna wel weggeëbd. Het is nu zo dat ik het helemaal niet meer mee naar huis neem. Nee, kijk, je moet op een gegeven moment ook het onderscheid zien te kunnen maken. Want het is natuurlijk ontzettend lastig om het werk mee te nemen. En op een gegeven moment is het gewoon een moment daar dat je het ook moet los kunnen laten. Juist omdat je ook je privéleven hebt. Kijk, het is natuurlijk voor ons best wel lastig, want wij doen niet de deur dicht van de winkel om vervolgens naar huis te gaan. Kijk, je sluit wel kantoor, maar in principe ben je natuurlijk de hele dag bezig geweest met zaken. En dat zit in je hoofd en dat blijft in je hoofd zitten. Maar het is wel belangrijk dat je natuurlijk telefonisch contact en de e-mail, dat je op een gegeven moment daar ook je rustmoment voor neemt. En het onderscheid weten we inmiddels goed te maken. Ja. Maar dat is ook wel nodig, want anders hou je het niet vol. Ik bedoel, het is voor ons een behoorlijk stressvol beroep. Ja. Vergeet het niet, misschien wat Kees zegt, is dat je het onderscheid tussen privé en zakelijk,
die loopt eigenlijk in elkaar over. Dus je moet ook voor jezelf ervoor zorgen dat je wel bepaalde rustmomenten hebt. Want anders draai je volledig door. Ja. Dus het komt ook regelmatig voor dat je s'avonds nog met de cliënt contact hebt. Al dan niet op kantoor of gewoon telefonisch of per e-mail. Maar je weet natuurlijk wel zelf tegenwoordig uit ervaring dat je natuurlijk wel onderscheid kan maken welke zaken echt spoedeisend zijn en welke niet. Precies. Kijk, het is soms heel lastig, want voor een klant is zijn haar zaak natuurlijk altijd spoedeisend. Maar wij proberen dan wel de klant terug te bellen en uit te leggen dat het inderdaad helemaal niet verkeerd is. Of misschien beter is dat we de volgende dag even samenkomen om de zaak inhoudelijk door te spreken. Maar ik neem aan dat jullie gewoon 's morgens vroeg beginnen. Dus dan maak je wel lange dagen normaal gesproken. Ja, wij beginnen zeg maar rond een uur of kwart over acht, half negen zijn we op kantoor. En daar zijn we meestal tot 6 uur, zo kwart over 6. En ja, kijk, het komt regelmatig voor dat we daarna na het eten nog eventjes naar het kantoor gaan. Of dat we bij een van ons thuis afspreken om bepaalde dingen nog even uit te werken. Of nog even telefonisch contact te hebben met elkaar of met de klant. Dus ja, eigenlijk ben je 24 uur per dag en dan 7 dagen per week ben je advocaat. Ja. Maar nogmaals, het is wel belangrijk om op een gegeven moment ook te zeggen, bijvoorbeeld in de weekenden, zoveel als mogelijk tijd vrij te maken. Voor, in dit geval bij mij, bijvoorbeeld voor mijn kinderen. En uiteraard onze vrouwen, niet te vergeten. Maar goed, soms noodzaakt het werk natuurlijk om ook in het weekend over te werken. Maar goed, ik zie het niet echt, of wij zien het niet echt als overwerken. Het is gewoon, het hoort bij ons, het is onze passie, het is ons vak. Dus dat hoort erbij. En het komt natuurlijk ook voor dat je op maandagochtend een zaak hebt bij de rechtbank. Dus dat betekent inderdaad dat je ook in het weekend bezig bent met voorbereiding, met stukken nader te bestuderen. Ja, en dat speelt allemaal een rol. Over de rechtbank gesproken, die willen we wel eens van dichtbij zien. Kees en Jack nemen ons daarom mee naar de rechtbank van Amsterdam. Nadat we uitgebreid zijn gecontroleerd door meerdere bewakers, komen we aan in de rechtszaal. En daar krijgen we meteen een flinke tegenvaller te verwerken. Dit is totaal niet het beeld dat we kennen vanuit de Amerikaanse advocatenseries. Ja, dat hadden wij trouwens ook. De eerste keer dat we in een zittingszaal kwamen. Je hebt toch een bepaald beeld van de zittingszaal, inderdaad vanuit die series. En de meeste mensen die denken aan grote zalen met veel stoelen, tribunes. Maar over het algemeen zijn het vrij simpele zalen, eenvoudige zalen. En er zit wel verschil tussen de ene rechtbank of de andere rechtbank. Maar de meeste zittingszalen zijn als deze. Eenvoudig ingericht en ze volstaan prima. Maar goed, die series dan, dat is dan vrijwel altijd strafrecht. Ja. Jullie hebben gekozen voor civiel recht. Waarom? Nou, eigenlijk is het, ik moet je wel iets zeggen, tijdens de studie hebben we ook strafrecht gedaan. Strafrecht, ontzettend interessant rechtsgebied. Maar eigenlijk, gaandeweg de studie, ken je natuurlijk ook de civielrechtelijke zaken, of de vakken. En als je die dan volgt, dan lagen onze interesses meer bij die kant van het recht dan inderdaad bij het strafrecht. Dus eigenlijk is het juist al gekomen tijdens de studie. Ja, en ook ingegeven door, we zijn begonnen bij een kantoor destijds in Volendam. Ik ben daar begonnen. En ik werd eigenlijk gelijk al de arbeidsrechtelijke en de civielrechtelijke kant opgeduwd, om het zo maar te zeggen. Maar dat had ook mijn interesse. Dus ik ben er gelijk in ingerold. En daardoor merk je ook wel dat je, zeg maar, dat jouw specialiteit moest gaan worden. Want ik had er feeling bij. Ja. En het strafrecht, dat was bij het kantoor waar we destijds zaten, was dat ondergebracht in een kantoor in Amsterdam. En ik zat zelf in Volendam. Dus eigenlijk de afstand maakte ook wel weer dat ik te weinig, ook in het Volendamse, te maken kreeg met strafrechtelijke zaken. En nogmaals, mijn interesses lagen meer op het gebied van het civiele recht. Ja. Misschien is het wel leuk om even kort te schetsen hoe een procedure verloopt, een civiele procedure. Inderdaad, het is natuurlijk zo dat vaak de klanten die bij ons komen, die komen ofwel, ze hebben een brief gekregen van een advocaat, ofwel ze zijn gedagvaard. Een dagvaarding is eigenlijk niets anders dan een schriftelijke oproeping om bij de rechtbank te verschijnen. Dus de eisende partij die heeft daarin zijn haar standpunt uiteengezet en de vorderingen uitgewerkt. En meestal is het zo dat die dagvaarding uitgebracht wordt, word je opgeroepen voor een bepaalde rolzitting. Dat is een schriftelijke zitting en wij als advocaat, stel in dit geval wij treden op voor de gedaagde partij, dan laat je de rechtbank weten. Ik treed op namens de gedaagde partij en ik verzoek mijn uitstel voor een zogenaamde conclusie van antwoord. Conclusie van antwoord is niks anders dan een schriftelijk processtuk waarin wij dan namens de klanten het standpunt van de cliënt uiteenzetten en ook zeggen inderdaad of we het mee eens zijn of niet.
Nou, 9 van 10 keer zijn ze het natuurlijk niet mee eens. Wat is ook de reden dat die dagvaarding is uitgebracht. En uiteindelijk, na de conclusie van antwoord, als die genomen is, dan zie je inderdaad dat de eerste stap is dat er een zitting gepland gaat worden. En dan worden ze uitgenodigd om hier bijvoorbeeld bij de rechtbank Amsterdam te verschijnen. En hoeveel keer per maand ongeveer zit je dan in zo'n rechtszaal? Nou, dat is echt afhankelijk van de zaken die bij ons lopen. Maar ik kan toch wel zeggen dat we minimaal 1 keer à 2 keer per week bij een rechtbank zitten. Ja. En volgens mij zit ik niet op de stoel van de rechter. Dat klopt. Dat klopt. Wat is de indeling normaal gesproken een beetje? Nou, als je kijkt inderdaad hier, aan deze kant zit dus normaal gesproken de rechter. Je hebt hier meerdere stoelen, want vooral voor strafzaken heb je meervoudige kamers, zitten ook meerdere rechters. In civiele zaken is meestal 1 rechter. Inderdaad, die zit hier in het midden. En dan heb je hier nog, waar Jack zit, de griffier. En daar zit de verdachte? Nou goed, in het strafrecht zit inderdaad daar de verdachte. En aan weerszijden zitten de advocaten. Maar in onze civiele procedures, zoals wij dat doen, heb je inderdaad 2 partijen. Aan de ene kant zit de gedaagde partij en aan de andere kant zit de eisende partij. En om terug te komen op je vraag die je straks stelde van het strafrecht en het civiele recht. Het maakt wel, doordat wij in het civiele recht werkzaam zijn, is dat je minder vaak bij een rechtbank komt. Klopt. Dan iemand die strafrechtelijke zaken behartigt. Dan ben je eigenlijk dagelijks bij de rechtbank. En bij ons gebeurt eerst op het kantoor zeg maar een hoop. Alles gaat eerst schriftelijk en vervolgens, na verloop van tijd, wordt de zaak aangebracht of vindt er een competitie van partijen plaats. Nog 1 keer terug naar het kantoor, waar Kees en Jack wat 1-op-1 vragen stel. Om te beginnen bij het logo. Dat werd in 2014 onthuld door de gebroeders Anker. 2 strafrechtadvocaten die ook als tweeling zijn geboren. Hoe zijn ze bij hen terechtgekomen? Nou, dat is precies wat je zegt. Vooral omdat er veel raakvlakken zijn met de gebroeders Anker. Ze zijn goede vrienden van ons. Ze zijn natuurlijk beide advocaat, tweeling. En het leek ons ontzettend leuk om ons kantoor door de gebroeders Ankers te laten openen. Is ook gebeurd. Was op Valentijnsdag, 14 februari 2014. Ook die datum hebben wij weer bewust gekozen. Want 14 is namelijk het jaar waarin we zijn gestart. En die 2 verwijst eigenlijk naar Kees en ik, wij met z'n tweeën. En als je 14-2-14 spiegelbeeldig ziet, zie je ook hetzelfde. Net als Kees en ik. We hebben wel gedacht, kunnen we niet iets met de 2 S'en? En ons marketingbureau die daar ons bij geholpen heeft, die kwam met dit idee. En het leuke is, die 2 S'en die vormen samen een paragraafteken. En het paragraafteken is ook een teken waarmee vaak de wetten worden aangeduid. Dus dat viel natuurlijk allemaal op zijn plaats met dit logo. Dat filmpje is natuurlijk een typisch voorbeeld van hoe jullie jezelf onderscheidend in de markt zetten. Hebben jullie daar nog meer voorbeelden van? Ja, absoluut. We hebben niet alleen dus dat filmpje gebruikt om ons te onderscheiden, maar wat we ook doen is dat we regelmatig een private table organiseren. Dat is ook uniek in advocatenland. Wat is het? Kort gezegd houdt het in dat wij een lezing geven voor een kleine club ondernemers, maximaal 12 deelnemers. En we behandelen daar dan een juridisch onderwerp en dat duurt meestal 1 uur, 1,5 uur. De gebroeders Anker hebben natuurlijk de opening verricht, gaven een mooie speech. Is daar nog iets van bijgebleven? Ja, die hele speech is mij wel bijgebleven. Maar vooral toen ze de metafoor gebruikten. Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. En daarmee doelden zij natuurlijk op het economische tij waarbinnen wij ons kantoor zijn gestart. En het is leuk om te zien dat ons kantoor tegen de verwachting in, tegen het economische klimaat in, gegroeid is. Dus dat vond ik ontzettend mooi hoe ze dat gevonden hebben. Na een enerverende dag sluiten we af in het huis van Jack. Niet zonder reden, want van die heerlijke koffie kan ik nog geen afstand nemen. En ik wil ook nog iets persoonlijks bespreken. Maar als ik jullie familie kijk, dan zijn jullie sowieso van de bijzondere verhalen. Ik bedoel met die rare geboortes. Ja, als je kijkt naar onze geboortedatum, wij zijn geboren op 1 januari. En het is ook leuk als je kijkt naar onze broer, die is geboren op 29 februari. Schrikkeljaar. Net als dit jaar dus ook. Dus dit jaar is hij ook weer eens voor het eerst een keertje echt jarig. Maar het is wel leuk te vermelden dat onze broer Johan, die werd geboren op schrikkeljaar dus. En die was het eerste kleinkind van onze opa. En onze opa, die was ook op schrikkeljaardag geboren. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder. En als je dan een aantal jaren later een tweeling krijgt, op 1 januari, dan zeggen wij wel eens tegen elkaar, ja, dat lijkt net alsof onze ouders dit hebben gepland. Ja. Maar dat is heel lastig natuurlijk. En wat het meer bijzonder maakt is nog, dat onze ouders wisten niet dat ze... Nee. In verwachting waren van een tweeling. Wat bedoel je?
Mijn moeder wist, die was zwanger. En toen de tijd had je eigenlijk, stond het wel, echo's. Maar ze wisten, die werden eigenlijk pas in speciale gevallen toegepast. En in het geval van mijn moeder, die dacht in eerste instantie dat het een groot kind zou zijn. En op het moment van de bevalling was ik geboren. En toen vervolgens was er een assistentdokter aanwezig. En die zei tegen de hoofdarts van de gynaecoloog van let op, ik hoor nog een hart. Ja, zegt de gynaecoloog. Klopt, dat is een moeders hart. Zegt nee, daarnaast hoor ik nog een hartje. Ja. En de gynaecoloog luisterde en tot haar verbazing werd er gezegd van wacht even, inderdaad, we gaan weer opnieuw beginnen. En toen werd Kees geboren. Een cadeautje. Ongelooflijk zeg. Dat heb ik het nog gehoord. Nee, heel bijzonder. En je moet ook niet vergeten, kijk, onze oudste broer die ging zeg maar van de kleine kinderkamer naar de grote kamer. Dus dat was ook verbouwd. En diezelfde dag dus op onze geboortedag moest dus alles weer omgezet worden. Dus onze broer Johan ging van de grote kamer weer terug naar de babykamer. Ja. En wij lagen daar op de grote kamer. Mijn moeder moest zelfs een ledikantje lenen bij de buren, geloof ik. Ja. Om inderdaad, ja, kijk, ze verwachten dat niet. Dus ja, dan moet je alle zeilen bijzetten om zeg maar het hoofd te bieden. En dan ging uiteindelijk is het allemaal gelukt. Dus tegenwoordig eigenlijk niet meer voor te stellen dat zoiets kan voorkomen. Nee. 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 Maar eigenlijk ook in die tijd was het vrij uitzonderlijk. Absoluut. Klopt. Absoluut. Maar vergeet niet dat mijn ouders werden toen daardoor volledig verrast. En vervolgens moet je ook daar ter plaatse eigenlijk een naam verzinnen. Ja. Kijk, Jack was bekend als het een jongen zou worden. Maar ze hoefden niet lang na te denken. Kijk, mijn opa die heette Kees. Dus toen hebben mijn ouders gezegd, vernoemen we ons tweede kindje, of de tweeling, de ander naar Kees. Dus ik ben Kees geworden. Ja. Maar Johan is natuurlijk qua persoon verschillend, maar ook hij doet iets totaal anders dan wat wij doen. Ja, vertel. Johan is vennoot samen met mijn ouders in de viswinkel, Amsterdam. Mijn ouders hebben die viswinkel al bijna 40 jaar, geloof ik, inmiddels. En het is de bedoeling dat Johan dit jaar de zaak overneemt. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Zeker weten. Mijn vader wordt dit jaar 65. En die heeft besloten om het stokje zeg maar volledig over te dragen aan onze broer. En dat is natuurlijk ook ontzettend mooi. We hebben zelf ook tijdens onze studie jarenlang gewerkt in de viswinkel. We werkten meestal op vrijdag en zaterdag, maar eigenlijk nagenoeg elke vrije dag die we hadden. En dan sprongen we voorbij en dan konden we mijn ouders ook een dagje extra vrijgeven. Maar je leert natuurlijk daar ook ontzettend veel in die viswinkel, vergis je niet. Je leert de mensen kennen. Je leert met mensen omgaan en natuurlijk ontzettend hard werken. Dus je maakt ook net als wij ontzettend veel uren. Dus je weet dat het niet allemaal vanzelf gaat. Dingen die je nu natuurlijk ook weer nodig hebt. Absoluut. Absoluut. Nou ja, we zeggen vaak tegen elkaar dat je best wel veel raakvlakken hebt met het werk in een winkel. Met het werk wat wij doen natuurlijk. Qua inhoud natuurlijk niet, maar wel de contact met mensen. Qua mentaliteit. Ja. Mentaliteit. Absoluut. Maar het ondernemerschap is daar ook geboren, ja, als het ware. Want wij hebben gezien hoe je moet ondernemen, hoe het gaat, waar je tegenaan loopt, waar je rekening mee moet houden. En dat zorgt er wel voor dat we die opgedane kennis nu kunnen gebruiken bij ons eigen kantoor. Maar om even terug te gaan naar het begin. Jullie hadden allebei een goede baan, ja, een mooi huis. Mm-hmm. Je neemt dat toch een stap met veel onzekerheid. Nee, dat is juist. Ja. Maar dat, kijk, dat zal elke ondernemer weten, is dat je ondernemen, dat brengt risico's met zich mee. En dat het ondernemerschap moet in je bloed zitten. En wij hebben gezegd tegen elkaar van, we gaan die stap zetten. En inderdaad, je geeft je zekerheid, in hoeverre je daarover kan spreken, geef je op. Dus dat maakt het wel ontzettend spannend, want je weet totaal niet wat het gaat brengen. Maar op het moment dat het dan slaagt, zoals we dat nu kunnen vaststellen, ja, dan heb je het volledige vertrouwen voor de toekomst. Wat ik wel mooi vind is dat ik jullie echt zie stralen als jullie over jullie werk beginnen. Ja, ja, het is precies wat Kees zegt, is dat het echt onze passie is. We gaan elke dag met ontzettend veel plezier naar je werk. En dat zorgt er ook voor dat je je werk goed kan doen. Omdat je er gewoon zin in hebt. Je bent thuis in de specialisaties die wij uitvoeren. En dat maakt ook dat je elke zaak op je eigen manier kan inzetten en aanpakken. Uiteraard in overleg met de klant. Maar dus eigen strategie bepalen en dat vervolgens vertalen in een juridisch processtuk. En dan nog hopelijk met een goede uitkomst. Ja, dat maakt het werk gewoon bijzonder mooi. Ja. Thank you.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Smit en Smit Advocaten. Met recht eigentijds. En Kivo, plastic verpakkingen.